Hoi allemaal. Leuk dat jullie weer kijken. Deze week hebben we een gastvideo met Tom Gorney van The Ask a Guy. Hey! Hoi allemaal. Wat doe je nog mee? Geen goed. Dit gaat heerlijk. Goed. Vandaag hebben we een video over relaties en vrouwen, want ja, daar zijn we natuurlijk in geïnteresseerd. En daarom is Tom hier ook, want hij heeft een kanaal dat heet Ask a Guy en hem kan je dus alles vragen. Dus ja, dan willen we jou ook het een en ander vragen. En ik vind het fijn om hier te zijn. Top. Yes. En ja, wij wilden het vandaag hebben over dat het soms best wel lastig is om de juiste man te vinden. Oké. Okay. Ja. En waar loop je dan tegenaan als je zegt lastig is om de juiste man te vinden? Nou, ik weet nog wel, bijvoorbeeld toen ik vrijgezel was, dat, ja, dat ik heel vaak mannen had die dan zeg maar zich niet wilden binden. Dus dan was het heel leuk een tijdje, hadden we een relatie, werd het steeds verliefder. En op een gegeven moment was ik helemaal verliefd en dan dumpte ze me weer. Geen commitment wilden ze aangaan? Nee. Hebben jullie dat wel eens gehad? Ja. Nou, waar ik vooral vaak tegenaan loop is dat ik heel veel kwaliteiten zoek in een man. Ja. Ik heb eigenlijk zo snel een lijstje opgesteld wat ik zoek. En om dat maar tegen te komen is voor mij soms echt... vrij moeilijk. En als je die tegenkomt, dan is het ook wel vaak die gasten wel die commitment met jou aan willen gaan en dan willen ze ook wel een relatie. Of kom je überhaupt dan die gasten niet tegen? Heel weinig. Oké. Okay. Weet je, dus eigenlijk te veel eisen. Jij bent te veel eisen. Dat is het. Ja. Nou, ik weet wel dat sommige vriendinnen van mij, die hebben gewoon echt een lijstje waarvan ze denken, oké, daaraan moet een kerel voldoen. Maar dat is echt onzin, met alle respect. Oftewel, het ligt aan de vrouw en niet aan de man. Natuurlijk ligt het ook wel aan de man, want als de man op die vrouw weet te raken, als hij moeite blijft doen, als hij die betreffende vrouw laat inzien, hey, ik weet je eigenlijk een gozer van 1,85 met whatever wil en ik ben maar een kleine ukkepuk, maar hij geeft haar wel het gevoel dat betreffende dame zoekt. En hij weet je te raken, ja, dan ben je er al bijna. Sharon, wat je zit te lachen. Ja, dat je die lengte meteen naar voren brengt. Ja. Nou, dat is puur toeval, had ik niet eens aan gedacht. Had ik niet eens aan gedacht, ik weet niet hoe dat kan. Ja, ik ben op 1,85 meter. Oh echt? Dus, ja. Dat is een mail. What are the odds? What are the odds? Wist ik echt niet. Oké. Nee, ja, wat wilde je zeggen? Plus de ijzerlijst is op nummer 1, 1,90 meter plus. Die staat er bovenaan. Het is niet dat je wil dat hij een bepaalde lengte heeft. Hij wil dat hij jou een bepaalde gevoel geeft. En bij een man die even lang is als jij of net iets langer, kun jij je aan overgeven. Dan voel jij je niet groot en lomp. En dan voel jij je gewoon vrouw bij. Waar of niet waar? Klopt. Precies, dus het gaat niet om het lijstje wat er staat, het gaat om het gevoel wat erachter zit. En als een man door dat lijstje heen weet te prikken en jou, ondanks dat hij niet aan die eisen voldoet, jou het gevoel weet te geven, bam, dan is het er. Maar soms, ik moet wel zeggen dat ik juist sinds dat ik een relatie heb geleerd dat we helemaal niet alles hetzelfde hebben en helemaal niet helemaal dezelfde interesses hebben. Ja. Ja. Maar het grappige is dat ik het nu wel, ik heb daar een tijdje moeite mee gehad. Hè. We zijn bijvoorbeeld verschillende types. Ik wil altijd maar naar buiten en dingen doen en mijn vriend die vindt het gewoon prima om op een vrijdag lekker film te kijken. Heerlijk. En, ja, dat is, vind ik ook heerlijk. Maar een beetje rust. Kijk, dat is een verschil tussen ons. En eerst zat ik daar een beetje mee, maar op een gegeven moment heb ik het geaccepteerd. En zo zijn er heel veel dingen in mijn relatie die ik gewoon heb geaccepteerd. Terwijl, dan denk ik nu, nou, als ik wil backpacken... Maar dat ging je wel pas doen toen je in een relatie zat. Je ging hem accepteren. Dus er was al iets waardoor je een relatie met hem bent aangegaan. Dat is waar, ja. Dus daar is het ook, ja... Je moet bewust zijn naar het gevoel dat je zoekt en niet rationeel vooraf al alles afknellen. Je laat te verrassen, denk ik wel. Durf je te laten verrassen. Ja. Ik denk dat de conclusie is. Maar vertel jij eens even wat, want jij bent ook vrijgezel. Ja, maar ik denk waar inderdaad... Waar zoek jij precies naar? Ja. Waarom heb je geen vriend? Wil je een vriend, bijvoorbeeld? Ja, als er van komt. Als er iemand is die jou raakt, waarom zou je geen relatie met diegene willen? Tuurlijk. Maar oké, stel je voor je gaat voorbij, je stelt je open voor iemand en je gaat kijken wat er gebeurt. Lopen jullie er dan, of zijn jullie er tegenaan gelopen, dat je tegenaan kwam dat die gozer bindingsangst had? Dat hij niet die commitment aan wilde gaan, absoluut. Zo meteen ook echt. Ja. Wat dan? Gewoon van die kerels en dan heb je hartstikke leuke dates. Ja. En dan ineens lijkt alsof ze in paniek raken. Verkrampen. En dan is het, oké, laat maar. Terwijl die gozer dan bijvoorbeeld het initiatief heeft genomen. Dat je dan denkt van, hè? Dan denk je eigenlijk als het dichtbij wordt en het wordt kwetsbaar. En je gaat echt over je gevoelens hebben. Dan denkt de man, en dan gaat hij weg. Ja. Nee, maar dit is negatief. Jullie zeggen, kwetsbaar, dan Nee, ik snap dat het zo overkomt. Dat begrijp ik niet verkeerd, maar... Nou, waarom doen ze dat dan? Vertel jij het eens even, Tom. Ik als vertegenwoordiger van mannen in deze video. Oké, hou je vast. Nou ja, kijk, bindingsangst is, we zijn bang iets te verliezen door met jullie... een bepaalde commitment aan te gaan.
Dus het kan een stukje vrijheid zijn, het kan een stukje ruimte voor mezelf enzovoort. Dat is optie 1. Dus als ze het gevoel hebben door een relatie met deze dame aan te gaan, raak ik dingen kwijt die belangrijk zijn voor mij. En daardoor kiezen ze ervoor, ik wil dit niet gaan doen. Uiteindelijk is dat is één niveau van bindingsangst. Nee, dat ligt niet aan de man. Ja, maar hij kan toch ook zijn vrijheid luister, met een vrouw samen? Dat is waar. Maar takes two to tango en nog een paar van zijn gezegdes. Je behoort, als man moet je communiceren wat je nodig hebt. Maar wat hij feitelijk doet, is hij neemt nu de ruimte die hij denkt nodig te hebben door afstand te nemen. Je kunt ook als vrouw in deze gaan bedenken, oké, hij is een gozer, wat heeft hij nodig? Hoe kan ik hem gewoon die vrijheid al geven, dat die angst überhaupt al niet komt? En vrouwen gaan soms iets sneller dan een man. Weet je, het is een volumeknop, hè, die relatie. Bij een vrouw gaat hij een bepaald tempo omhoog, bij een man gaat hij ook omhoog. En als je als vrouw te snel gaat, vervolgens ga je verwachten, hey, ik wil dat jij, ja, vol gas erop, ik wil dit en dit, en we gaan die auto kopen. En jij dacht, nou, dan iets anders, Sandy, maakt niet uit. All good. Sandy, kom maar weer terug. Weet je, natuurlijk schrikt hij ons af. Dus als vrouw moet je ook afstemmen op wat een man daarin nodig heeft. En ten tweede, wat ook echt belangrijk is je waardeert daar waar je moeite voor doet. Dus stel, je hebt een date, 2, 3 leuke dates gehad met een meisje en bam, ze ligt al aan je voeten, ze wil al de relatie met je aangaan. Tuurlijk waarderen we en respecteren we je, maar je bent te snel gegaan. Terwijl als je echt nog meer, als je een man dwingt om meer tijd en moeite te investeren in het samen zijn, op een positieve, leuke manier uiteraard, zal hij je ook meer gaan waarderen en zal hij dus ook er meer naar uitkijken om jou de zijne te kunnen noemen. Ja, en dat is ook echt een fout die heel veel vrouwen maken. Ja, meteen alle ruimte innemen. Dus ruimte innemen en ook, gewoon, hey, ik ben in de pocket klaar enzovoort, waardoor ja, hij minder trots is op hetgeen wat hij heeft binnengehaald. Veroverd. Maar dat is wederzijds, hè. Als een gozer ook al na één deel, oh, je bent fantastisch, ik wil met je trouwen. Ja, dan heb je ook zoiets van, oh, ja, chill. Hier, there we go. We moeten er misschien maar een eind aan gaan breien. Wat een inzicht. Check. Oké, dus. Ik ben heel benieuwd naar jouw visie en hoe jij het hebt ervaren, lieve kijker. Val jij op foute mannen? Ja of nee? Vertel het ons hieronder. Want dan geeft Tom je advies. Waar je de goede mannen vindt. Exact. Voor de volgende video. Precies. Nou, Tom, hartelijk dank voor deze inzichten in de wereld van mannen. En we gaan je tips ten harte nemen. Dat zou ik fijn. Goed zo. Life changing, hè? Life changing, absoluut. Eye opener. Ja. Nou, neem allemaal een kijkje op het kanaal van Tom. Ask a Guy. Vergeet je niet op fan te abonneren. Dat vinden wij echt superleuk. Ja. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ciao. Doei.